back look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Visje hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van de Road to Live Solo TDM Moab. Natuurlijk op MW3. En vandaag, ik kies bootleg. Ja, ik kies wel bootleg, denk ik. Of underground, maakt eigenlijk niet uit. Ja, maakt eigenlijk niet uit. De bedoeling is natuurlijk dat ik een Moab haal op TDM. Ik ben even al aan het spelen. Ik ben al een uurtje aan het spelen. Ik heb wat opgenomen. Ik weet ook niet wat ik uit ga zenden en zo. Van, sommige lobby's zijn echt vreselijk campy. Hier kom ik dus in deze lobby. Het is bijna halfweg al. En ik haal nog uiteindelijk gewoon hier 22-9. Niemand, het lijkt wel of niemand wat doet in TDM. Ze spelen ook met de rare combinaties. Het lijkt wel vandaag ook overkill dag. Het is vandaag maandag 4 mei. En het lijkt wel of iedereen alleen maar met overkill aan het spelen is. Het is zo verschrikkelijk campy hoe de mensen spelen. Dus ja, ik ga gewoon kijken wat ik ervan kan maken. En kijken of ik richting die Moab ga. Het is echt lastiger dan ik dacht. Ik denk, nou, ik haal dat wel, weet je. Want ja, in principe, ik haal best wel veel Moabs de laatste tijd. Maar je hoeft er maar één iemand, één debiel te zijn, die in een hoekje gaat zitten. En je bent je streak kwijt. En dat is zo fucked up. Zo fucking irritant. Ik had liever die twee groenen nog tegen ons gehad, maar ja. We gaan gewoon kijken. Ik ga een keertje gewoon de andere kant op, niet naar mijn campspot, zeg maar. Mijn basepot noem ik het maar. Kijk of hier. Eerste bloed, wat? Eerste bloed, nu pas, hè? Wauw, 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 wauw. Dat is echt toch niet normaal? Nou, ze liggen niet meer. Oké, dat is dan al heel wat, vind ik. Niemand beweegt. Oh, ik heb trouwens ook reload lag. Zo. Even goed luisteren ook. Maar komt er eentje voor me langs. Tactical insertion daar. Ook pure ace natuurlijk. Ja, daar kan ik toch geen rekening mee houden? Daar kan ik toch geen rekening mee houden? Niemand loopt gewoon. Kom op nou jongens, lopen met die app. Heads up, enemy UAV spotted. Af en toe ik krijg wel een beetje de schijt ervan. Ongelooflijk dit dan. Hij is toch dood al? Oh, kom op, ik ben al weg. Kom op nou. Ja, ik kan er helemaal niks aan doen. S6 en Dead Science, je hoort het ook echt niet. Waarom killt hij die andere gast dan niet? Nou. Het
10-5. Moet je kijken hoe langzaam het gaat ook. Ik heb nog tijd zat hoor, zelfs. Het scheelt dan weer dat ik een point erbij krijg. Dat is toch altijd wel handig, een pointje erbij. Oké, dat is nice. Dit wil ik hebben, UAV's. Jongens, kom op nou! Niet zo voor mijn neus gaan. Oh my god. Ik moet hem even flanken. Zo. In ieder geval specialist. Zo. Goed. Ah nee! Oh, kom op nou! Ik kan toch hier niet meer rekening houden met zo'n tyfus takken sniperige tyfus hufter. Man. Pleurishufters. Pleurishufters. Campen voor een tyfushelikopter. Man. Jezus, mensen. Holy shit, wat een gecamp. Meen je dat nou? Ik zag je daar liggen kruipen. Oude kruipdoos, jongen. Jezus, mensen. Heads up, enemy UAV spotted. Ja, ga lekker voor. En dan ga je nog zeiken ook dat je doodgaat. Ja, vind gek. Ja. Hopeloos. Man. Gek hè, dat het niet lukt. Mijn team ook. Hoe kan dat nou, jongens? Jezus, mensen. Ah, niet normaal. Nou ja, geef me een duimpje omhoog. Oh, ik moet het toch een keer kunnen halen. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.